onze was Lahbib is een beetje gebaseerd op een echte Lahbib die we kennen en op gewoon een aantal mensen die we zelf kennen van onze omgeving. En als je een artikel zou lezen over Lahbib, dan zal dat gewoon een heel kort artikeltje aan. En dan staat Lahbib F, crimineel, gangster, 3 jaar in de cel enzovoort. En dan heb je al een duidelijk beeld van, oké, die gast is gewoon krapul, puf dan de lijn. Maar wat wij zo interessant vonden is dat je die personage zou leren kennen en de diepte gaan met hem. En eigenlijk beginnen mee te leven met hem en hem te begrijpen. We beginnen te denken van, ah ja, ik snap hem, ik vind hem eigenlijk zelfs tof, cool, is lief. Misschien ik in die situatie, het publiek, dan zou ook zo'n ding eens doen zoals we graag naar films kijken met gangsters en we leven mee met hen. En we willen ergens dat die erin slagen, ook al zijn ze soms, doen ze soms negatieve dingen, maar dan maakt die personage des te complexer. En daarom, om een realistisch personage te doen, moeten de positieve kenmerken en de negatieve kenmerken. En dat maakt het juist interessant, want Lahbib is ergens een gangster, maar die heeft toch wel een groot hart en die heeft een heel zachte kant die je op het eerste vlak niet zou zien. En daarom vonden we hem als acteur het beste om die twee te overkomen. Ook al doet hij slechte dingen soms in de film, toch je voelt keihard met hem mee. Dat is eigenlijk niet gemakkelijk om daarin te slagen, om toch nog altijd die sympathie op te wekken. Hij is super goed gedaan. Dank u. Hey, we zijn wel een gast. Dus wat ik daar aan wil toevoegen als acteur, vaak heb je ja, cliché al, dus algemeen gehoord, algemeen geweten, cliché al. Ik vind persoonlijk, een Marokkaanse acteur mag wel crimineel spelen, dat is geen probleem. Maar zoals hij zei, in deze rol, als je de trailer ziet en zo, weer zo'n cliché rol. Dan gaat automatisch de eerste beeld zijn dat je krijgt. Dat is weer zo'n cliché rol. Maar als je de personage een verleden geeft, een reden waarom, een karaktereigenschap dat iets anders is dan wat je gewend bent, maakt dat ook al leuker. En tegelijkertijd, je zit er iemand van dezelfde afkomst tegenover die dan niet in die positie zit. Want bijvoorbeeld in een serie, je hier een politiebureau, we zitten op de juiste plek in het politiebureau. Je bent de politieagent, de ruis en de crimineel. Snap dat ik wil zeggen? Terwijl daar in die image, het is een begin natuurlijk, maar een vrouwelijke politieagent. Dus je hebt zowel een positieve als een eigenlijk best negatieve, maar een positieve achtergrond, laten we zeggen. Dus het is heel leuk dat ik een bijreis kan spelen die eigenlijk veel coole en slechte dingen heeft gedaan, maar tegelijkertijd dat ik sympathie kan creëren met mensen die mijn situatie zouden kunnen begrijpen dat ze eventueel in dezelfde situatie zijn. En niet noodzakelijk maar kan. Want hoeveel Belgische mensen die in de armoede vallen en die dan domme dingen doen om aan hun geld te komen.